vergelijken was, maar een kameel ruikt niet vies, een kameel ruikt naar kameel. Aan wie slijten uw producten? Ik slijt ze niet, want het kost zo verschrikkelijk veel tijd om, vooral als ik nu doe, ik spin dit dun. Dan kost het mij, denk ik, 6 dagen totaal aan spinnen, een hele dag lang, om hier 1 streng wol van te maken. Wat afschuwelijk. Mensenhaar, daar word je rustig van. Mensenhaar is niet wat u leuk vindt, hè? Dat vindt u niet prettig. Nee, mensenhaar zou kunnen. Een vriend van mij heeft mensenhaar gesponnen, zijn eigen haar. Maar dat, op een of andere manier vind ik dat een onfris gevoel. Dan heb ik associaties met de Tweede Wereldoorlog. Oh nee, ja, nee, dan moeten we het nee. Dat die associatie moet uitleggen, maar met dieren heeft u dat niet. Maar trekt u het zelf aan dan? Dat u er zo lang mee bezig bent. Ik heb bijvoorbeeld nu een omslagdoek van Bobtail, die ligt hier op de rand van de stoel. Ja. In principe is het een zachte, uitgekamde onderhaar. Ja. Maar er zitten altijd bovenharen in die brave jongen. Die prikken. Dus deze omslagdoek zou bijna kunnen proberen eens een keer. Nou, ik zag gisteren toevallig de herhaling van hoe schoon is jouw huid. Ja. Ik kan me zo voorstellen, als je de hele tijd bezig bent met je ziekekeurigheid, dat ik dat niet zo zeggen. Maar dat het dat toch wel een rommeltje...